Dit is Mart Kunnel, welkom terug bij een nieuwe episode. En nou ja, tijd om verder te gaan. We hebben de M1911 unlocked. En hoe gaan we verder? Oké, okay, hier ook. Chill. Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. Leuk voor ze. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Okay, press tab to show the current objective. Nou, okay, we gaan gewoon de game starten en we zien wel waar het schip strandt. Drie kogels om een headshot te maken. Ja hoor. Ik dacht het ook. Oh kijk, 23 frames per second. Dat is niet al te veel. Heb ik weer rug. Hey, ik kan informatie zien. Private first class, passive. Lance Corporal. Allemaal MP40, hè? Al die noobs. Trip mine, chill. Er zijn 1 of 2. Daar is niks. Ja. Oh, no. Dat is bijna dubbel. Shit. Wordt het auto explodeert. Een gastje zei oeh. Zit er daarboven een te campen ofzo? Is het ook niks. Whatever. Oh wacht, dat was zeker die granade aan. Oh, kunnen jullie naar binnen? Of niet? Nou, ik weet het niet. Ik ga niet kijken, ik ga niet naar binnen. Tijd voor B. Goed scouten. Dan weet je dat je te wachten staat. Fun. Staat er zeker, of fum, whatever. Gebber. Shut the fuck up, please, sir. Ah, mooi, heerlijk. Stukje schedel. Plop, je ziet me gewoon vanaf vallen. Je ziet ook gewoon dat ik een headshot heb gemaakt. Oh wacht, volgens mij gaan we nou richting de beta. Of in ieder geval wat je in de beta hebt gedaan. Dit stukje. Deze missie. Even bij. Ze staan er verderop dan, denk ik. Ze zijn er wel, dat weet ik wel.
Wacht even, je kon ook naar boven. Ja hoor, geen enemies. Oh wacht, ik zie wat. Nou, dat valt mee dan. Als er echt maar eentje staat. En dan komen de anderen ook, denk ik. Ik weet het totaal niet. Dus switch even naar wel load. Wel rot. Ik zei toch dat er meer waren. Yo, nog twee. Ze hebben zeker een sniper gehoord of niet? Ik kwam langzaam deze kant op ook. Of niet? Kunnen we een double maken? Nope. Er wordt geen double. Oh, double kill! Ai, ai, ai. Meow. Doef. Oh, zonder assist. Oh, hey, er zit een sniper. Pieter, Shit. You little snit shitjes. Is dat een sniper? Die, check die. Die. Hey. Die. Die. Staat die er ook nog? Nee, die is dood. We gaan nu eerst even een double proberen te maken. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Ik zie hier een mogelijkheid. Nee, wacht. Shit, gemist. Laat me zitten. Trouwens, ik maak de kill wel, maar... Ik raak hem wel dus. Damn it. Kom maar binnen, you little snitch shit. Doen ze ook, hè? Ze komen binnen. Ja, we hebben een getagde. Zie je de sniper? Die gaat net niet door de muur heen. Ja, wat blijven ze altijd doen?
Ik raakte hem. Dat weet ik zeker. Maar dat killde hem niet, hè. Cheap ass World War II snipers. Maar deze is in ieder geval dood. Dat is weer een stomme gast minder. We hebben gelukkig nog ammo. Oh yes, we hebben die stomme sniper. Oh yeah. Check hoe ver die staat, man. Loopt ook midden op het veld, hè. Oh, damn it. God dang it. Dan met 1 assist, toch? De kill bij dit te maken. Ik moet eens even taggen, want anders. Oh, daar al. Holy shit, what the fuck was dat? Oh wacht, er zit zijn kop, of niet? Oh wacht, ik zie het. Ik zie hem. Ik zag hem niet. Ik zag hem niet. Dat vuur van dat ding of zo, weet ik wel hoe je dat zeggen moet. Die vonk of weet ik het. Jongen, jij was de eerste. Sukkel die dood ging. Ja, kom op. Omhoog, goed zo. Naar binnen, hup. Eigenlijk meer frames. Hey, look, it's a snitch. Whatever. Op, ga weg daar. Kan ik een kill maken op je? Oh, ik had trouwens ook zo al. Kom op. Dynamite, trip mine, rock. Nou, hou die rock maar. Ik vertrouw het gewoon niet, hè. Ja hoor, van mijn kast. Die kunnen we nooit neerschieten vanaf hier. Maar er zit ook een beetje levenloos bij, hè. Laat hem in ieder geval even tanken.
dacht gewoon, what the fuck? Het rooien. Kijk, dan zit die gast daar, in plaats van daar. Maar ik zie nergens anders douchebag dus. Aggressive. Ze gaan hem niet zien vanaf hier, hoop ik. Had ook anders kunnen, maar whatever. Gaan we kijken of we een double kunnen maken. Zijn we van die twee in ieder geval af. Yo. Mooi double. Oké, wacht even wat hij gaat doen. Mooi, als het goed is, zit alles wel eens een beetje, denk ik, hier in de buurt. Good night. Ah, damn it. Say good night. Zip. Don't fuck with the US. Trouwens, dit is trouwens wel een US gastje. Dude, what the fuck doen die? Kan ik nooit een double kill maken? Spaar me met een kogel uit, weet je. Nee, eerst deze maar, hoor. Oh, dat had een kill kunnen wezen. Zip. Dat was je rugmakker. Mooi lekker in je rug. Van je ze omhoog. En smeer hem hier. Yo, er zit nu al 20 minuten. Dat gaat ook snel. Als je lekker bezig bent, dan gaat de tijd echt sneller. Dus ja.
Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen. Te abonneren als je dat nog niet bent. En natuurlijk toe te voegen aan je favorieten. Dat helpt ook weer enorm. En ja, dus dan zeg ik gewoon laters. En dan tot de volgende upload.